Op woensdag 15 januari 2014 ontspoorde een passagierstrein van NS vlak na het verlaten van station Hilversum. Door een defect wissel werd het achterste gedeelte van de trein naar het naastgelegen spoor geleid, waardoor deze ontspoorde. Enkele inzittenden zijn licht gewond geraakt. De materiële schade was groot. Hoe is het mogelijk dat een defect wissel tot een dergelijk ongeval kan leiden? De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft hier een onderzoek naar ingesteld. De trein, met ongeveer 550 reizigers aan boord, is van Enschede op weg naar Schiphol en is na een korte stop juist vertrokken uit Hilversum. Na ongeveer 300 meter passeert de trein wissel 3B, net voorbij een spoorwegovergang. Door een defect aan het wissel werden de achterste rijtuigen naar de andere baan geleid, met ontsporing tot gevolg. Een tegemoetkomende trein kon nog net op tijd stoppen, waardoor een botsing en een grootschalig ongeval werden voorkomen. Een wissel is uitgerust met twee bewegende delen, de zogenaamde wisseltongen. Deze worden bediend met een wisselsteller. Het wissel in Hilversum is uitgerust met een wisselsteller van het type AB-switch. E deze stellers zijn voorzien van een openrijdbeveiliging en daarin bevindt zich een brekering. Uit het technisch onderzoek bleek dat een vermoeiingsbreuk in deze brekering het ongeval heeft veroorzaakt. Ten eerste was de brekering slecht afgewerkt en daardoor minder goed bestand tegen belastingswisselingen. Ten tweede werd de brekering over langere tijd aan extra krachten blootgesteld, doordat treinen bij het passeren de wisseltongen schampten. Door zo'n tongaanrijding gaat de wisseltong slingeren en daardoor worden extra krachten op de wisselsteller uitgeoefend. Het aanrijden van de tongen kwam door een ernstige slijtage aan de rollers, die de tongen tijdens het verplaatsen ondersteunen. Hierdoor bleef de tong te dicht bij de spoorstaaf liggen en kon deze telkens weer worden aangereden. Toen de brekering eenmaal gebroken was, kon de wisseltong verschuiven, met de ontsporing als gevolg. Het bezwijken van de wisselsteller heeft kunnen gebeuren doordat in het Nederlandse spoor extra krachten door tongaanrijding werden gedoogd, terwijl bij het ontwerp van de wisselsteller is uitgegaan van alleen de normale bedieningskrachten. Dat kwam doordat de spoorbeheerder ProRail het gevaar van tongaanrijding onderschatte. Dat gevaar had wel tijdig onderkend kunnen worden, want het is eerder gebeurd dat het stellermechanisme van een wissel door tongaanrijding defect raakte. In twee gevallen, die beide in Engeland plaatsvonden, heeft zo'n defect tot een grootschalige ontsporing geleid. Doordat het gevaar van tongaanrijding niet werd onderkend, is in de onderhoudsvoorschriften niet opgenomen dat het moet worden tegengegaan en zo nodig verholpen. Daar komt bij dat het spooronderhoud steeds meer wordt gericht op het voorkomen van treindienstverstoringen. Omdat het slijten van de tongondersteuning. En ook het aanrijden van de tongen niet meteen tot verstoringen leidt, werd daaraan bij het onderhoud te weinig aandacht geschonken. Op grond van zijn onderzoek doet de raad de volgende aanbevelingen. De voorschriften voor wissels moeten zodanig worden aangescherpt dat tongaanrijding wordt tegengegaan. Het spooronderhoud moet zodanig worden aangestuurd en gecontroleerd dat veiligheid voldoende gewicht krijgt bij de afweging tegen beschikbaarheid en kosten. De betrokken spoorbedrijven moeten alle relevante kennis delen en optimaal lering trekken uit incidenten. ProRail en de spooraannemers moeten zorgen voor goed inzicht in de technische staat van het spoor.